In samenwerking met Driestroom is Nijmegenaar Wout Blijderveen begonnen met de Wout Blijderveen Academie. Waarom eigenlijk? Nou, het is altijd een droom die ik heb gehad. Ik heb heel veel levenservaring, altijd gevoetbald. Ik heb geluk gehad dat ik ook betaald voetbal gespeeld heb, 9 jaar, bij NEC en bij Eindhoven. En ik ben ondernemer geweest, de ups en downs. En ja, dit is wat ik heb ervaren bij Union. Heb ik toen in opdracht ook van de gemeente Nijmegen het G-voetbal opgezet voor senioren. Nou, en ja, dat is zo warm en dat is zo leuk. En ik kreeg daar de vraag van de begeleiders van Plurijn. Van wat, ja, die jongens die komen zo mak terug, zo gezellig terug. Kun je dat ook overdag doen? Ja, toen ben ik aan denken. Ik ken Wim Muilenburg, de directeur van de Driestroom. Die heb ik vroeger nog getraind bij DV Trianus, PTT Trianus. En ja, hij is ook helemaal voetbalgek. En we hebben toen op een gegeven moment bij elkaar gezeten. En toen heb ik een manager erbij gekregen. En om dit verder uit te werken. En dat is wel leuk dat het nu staat. Ja. Wat doet iemand die bij de academie zit? Zal ik even schetsen. Ze komen hier 's morgens bij Kwik. Op de maandag is de eerste dag. Dan komen ze om 9:30. Krijgen ze een kopje koffie, een kopje thee. Om 9:00 maken we een rondje veld. Dan halen we alle prulletjes, de bekertjes. We moeten ook wat terug doen, want het moet het clubje worden. Kwik moet het clubje worden van deze jongeren. En dan komt in principe om 10:00, als we 8 sporters hebben, dan komt de Boksacademie Nijmegen. Daar zijn de professionals met boksen, weerbaarheidstraining. Ik kan er wel doen, maar ik heb er geen verstand van. En ik heb mijn Willy Varen. Ja, geweldig contact. Die jongens zijn zo gretig. En ze vragen wanneer komen we nou? En daar krijgen ze dan een weerbaarheidstraining. En dan hebben ze een lunch. Een kleine lunch. En dan 's middags gaan we een voetbaltrainingje doen. Maar dat is niet een balletje trappen. Het gaat om feedback. Het oplossen met elkaar. Probleempjes oplossen. Elkaar helpen. En dan worden ze alleen maar sterker door. We gaan uit van 14, 15 op een dag. En dat is ook wel, want het is best wel pittig. Zo'n hele dag bezig zijn. Ze kunnen ook een halve dag nemen. Of alleen boksen of alleen voetballen. Maar we streven eigenlijk naar een hele dag. Dat ze met elkaar zijn. Want hier ook heb je oudere sport. Er is heel veel reuring hier op het veld. Ja, dan willen we 15 op een dag. En dan pakken we de tweede dag eventueel dinsdag. Of de woensdag. Als die dagen vol zijn. Dan 3-4 dagen proberen in de week.